Er moet dus gewonnen door de Amsterdammers. En dat laten ze in het begin ook gelijk zien. Lekker aanvallend voetbal van de Dijk met Tayeb. Die geeft hem uiteindelijk mee op Zwarthoed. En die is dicht bij de openingstreffer. Ook VVSB profiteert van die aanvallende opstelling van de Dijk. Ze kunnen lekker mee voetballen. Teuns gaat diep. Wordt ook goed bediend voor het doel. Alleen Koopman. Maar die staat wel precies op de juiste positie. En hij schiet VVSB op 0-1. Vorig jaar nog actief bij AFC. Koopman en Teuns nu samen goed voor de 0-1 van VVSB. En zij kijken met een minuut somberder. De technische staf van de Dijk. Fecunda slim vrijgespeeld. Maakt hij het nog erger voor de Dijk? Dat niet. Het is een gelijk opgaande eerste helft. Met kansen over en weer. Maar VVSB heeft al een keer raak geprikt. En de Dijk heeft daar moeite mee. Sowieso in de tweede seizoen zelf. Scoren een groot probleem voor de Dijk. El Idrissi. Ook geen doelpunt. Doelman Valk lastig te passeren. VVSB een vrij grijs seizoen. Begon nog wat moeizamer na het ontslag van Schenning. Simpel uit de gevarenzone geklommen. Zij gebruiken de laatste duels in de competitie om al wat te oefenen voor volgend jaar. Weer een kans voor El Idrissi. Hij mist. Dit is een wat te korte terugspelbal. Valk nog net op tijd, maar Ryan staat er nog. Ryan, ja, zo ga je nooit veel scoren. Deze wedstrijd misschien ook wel exemplarisch voor het seizoen van de Dijk. Ze doen zeker niet onder voor de meeste tegenstanders. Maar kunnen dat verschil maar niet op het scorebord in toom houden. Menzo, ook hij weer over. Het staat dus 0-1. Het stond het eerder dit jaar in Noordwijkerhout ook. Toen scoorde de Dijk nog 3 keer in blessuretijd. Maar de 3 spelers die dat deden zijn nu allemaal vertrokken. Nadat de sponsor zich terugtrok. En eigenlijk de ellende begon bij de Dijk. Bestuurlijke problemen, spelers die de club verlieten en sportief verval. Tony Tol nog met een vrije trap, maar de Dijk moet dus winnen. En de tijd tikt weg. 1-1 is ook niet voldoende en zelfs 1-1 valt niet. De Dijk degradeert uit de tweede divisie na een nederlaag tegen VVSB. Sombere gezichten dus op Schellingwoude.